Het was stuivertje wisselen op de Abax-basis vrijdag. Plaatsvervangend commandant kolonel Ton van Happe maakte daar plaats voor zijn opvolger, kolonel René Moerland. Van Happe gaat tevens met vervroegd pensioen en neemt afscheid van wat hij zelf zegt de mooiste baan van zijn leven. Ja, de meest uitdagende baan van mijn leven, dat zeg ik er ook bij. Wat was de uitdaging eraan? Toen ik hier kwam waren we een vredesbedrijf. We oefenden veel voor wat er ooit zou kunnen gaan gebeuren, maar dat gebeurde maar niet, al heel lang niet. En opeens kwam dat natuurlijk Afghanistan, de inzet daarboven. We moesten ons binnen een paar dagen klaarmaken voor Afghanistan. Een half jaar later kwam dat nog eens een keer, nee, een paar maanden later kwam dat nog eens een keer Libië bij. Dat was letterlijk een gekkenhuis om iedereen klaar te stomen voor de inzet, zowel in Afghanistan als boven Libië en dat zomaar tegelijkertijd. Een gedeelte van die uitdaging is ongetwijfeld ook het probleem met de geluidsoverlast en de dialoog met de mensen die u opgestart heeft hier. Ja, het is wel altijd een uitdaging geweest als mensen niet willen luisteren. Maar ik ben er erg trots op wat we het laatste jaar hebben bereikt. Gewoon door dialoog, door ook gewoon Stop Ewex op de basis uit te nodigen. En met Nico en met de andere heren, gewoon te praten. Het zijn allemaal gewoon mensen en gewoon praten, dat lost vaak heel veel problemen op. Denk je dat de relatie met de inwoners van de gemeentes beter is geworden de laatste paar jaren? Daar ben ik van overtuigd. We hebben eens een keer een hulpoperatie voor Hongarije gedaan. Geld inzamelen. Nou, in Schinveld hebben we 10 keer zoveel opgehaald als in het rijke Geilekirchen. Goodwill offensief heeft gewoon geholpen. Dat is geen goodwill offensief. Je bent buren en met buren ga je gewoon netjes met elkaar om. En dat werkt van twee kanten. En ik ben blij dat het met de burgemeester zo werkt, met de lokale bestuurders, de ambtenaren. Gewoon netjes met elkaar omgaan. Dan hoef je het nog niet met elkaar eens te zijn met dat geluid. Dat blijft een overlast voor sommige mensen. En dat ga je nooit uit de wereld helpen. Maar gewoon door netjes met elkaar om te gaan is geen charme offensief. Dat is gewoon fatsoen. Was er een afspraak met de basis de geluidsoverlast om met 35% gereduceerd worden? Is dat voor dit jaar gelukt? Ja, absoluut. Vorig jaar ook al, dit jaar weer. En dan gaan we het jaar erop ook weer halen. Het stokje wordt dus overgenomen door René Moerland. De kolonel heeft wel zin in zijn nieuwe functie. Ja, inderdaad een hele nieuwe uitdaging. Het is een fantastische eenheid om over te nemen. Ik heb lang geprobeerd om op deze eenheid terecht te komen als plaatsvervangend commandant. En uiteindelijk is het na een aantal jaren toch gelukt. Dus daar ben ik heel erg trots en tevreden mee. Ja. Het is niet een van de makkelijkste plekken hier. Er wordt bezuinigd, de bestemming is er niet duidelijk, de doelstelling is er niet duidelijk. En die zit nog met het probleem van geluidsoverlast en andere dingen hier. Dus dat is niet echt een makkelijke baan. Nee, mijn voorganger heeft me goed gebriefd over de problemen die er zijn. Ik heb ook andere plaatsingen gehad waar ook natuurlijk altijd soortgelijke problemen zijn. Internationale plaatsingen, nationale plaatsingen. Ook uitzendingen, dus ik denk dat ik klaar voor ben om de uitdaging in ieder geval aan te gaan. En daarbij zal ik zeker bouwen op het werk wat is verzet door mijn voorganger. Ja. Dat is een vrij open communicatie onder kolonel Van Happen. Gaat u dat voortzetten? Jazeker, jazeker. Ik heb daar goede verhalen over gehoord. Zo zelf zit ik ook in elkaar. Ik hou van open communiceren. Geen dingen achterhouden. Open kaart spelen over de feiten. Het moet altijd wel zakelijk blijven. Er mogen best wat emoties zijn, maar uiteindelijk moeten de feiten natuurlijk overheersen. En zolang we daar open over communiceren, denk ik dat we altijd wel, nou ja, misschien niet tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing komen, maar wel de beste in het algemene belang. Wat gaat u nu doen vanaf nu? Ik ga opa spelen. We zijn net opa en oma geworden, Agnes en ik. Dit is mijn laatste taak bij de luchtmacht. Ik ga met pensioen. Heb je ook een paar potten geraniums gekocht om achter te gaan zitten? Nee, ik ben altijd een druk baasje geweest, dus ik vind vast wel iets. Maar eerst opa, even een beetje uitrusten en daarna ga ik verzinnen wat ik ga doen. Bedankt en veel succes, vader. Dank u wel. De nieuwe plaatsvervangend commandant moet nog even wachten voordat hij met pensioen kan gaan. Nee, ik ben nog wat jonger als de kolonel Van Happen en we moeten ook steeds langer werken. Dat heeft hij misschien ook al meegekregen. Dus ik heb nog zeker 9 jaar te gaan. Dus ik kijk ernaar uit om hier nog een goede volle periode vol te maken. Misschien wordt er nog wel generaal een keer. Hè? Ja, dat is niet aan mij. Als ik goed mijn best doe en een goede resultaten score, dan helpt dat. Maar daar ga ik helemaal niet over.